Het is een sociale vaardigheidstraining. Hij wordt gegeven op locatie. En er komen allerlei basale sociale vaardigheden aan bod. Zoals luisteren, kritiek geven. Hoe ga je met om als je kritiek krijgt. Maar ook bijvoorbeeld onderhandelen. Het is een training die gegeven wordt aan kinderen met een normale begaafdheid. Of een hogere intelligentie hebben. En je merkt dat ook deze kinderen met autisme of een autisme spectrumstoornis... heel veel baat hebben om die vaardigheden te oefenen en daarmee aan het werk te gaan. In principe is het juist heel zinvol om de training op school te doen, omdat het beter generaliseert. Vaak gaan kinderen die een SOVA-training hebben, die gaan na schooltijd naar het Centrum voor Autisme toe, van Autisme toe. En die krijgen daar een training. En daarna komen ze thuis en dan doen ze het op de training hartstikke goed. En thuis weten ze nog maar weinig. Een nadeel van het autisme is dat de generalisatie erg lastig is. En doordat wij het hier op school doen en ook een nauw contact hebben met de ouders... en alle docenten hier het oppakken wat er gebeurt, generaliseert het beter. De hele school is bezig met de SOVA-training, de sociale vaardigheidstraining. De meerwaarde van deze training is dat we proberen kinderen zoveel mogelijk... te leren een basale denkstrategie, zoals we het noemen, te gebruiken. Dus we leren ze aan om bij alles wat ze doen hun denken te gebruiken. Dus als je een sociale vaardigheid oefent, gebruikt, vooraf denken van wat ben ik van plan, wat wil ik bereiken, hoe zal ik het gaan doen. Dat je tijdens dat je het doet nadenkt hoe het gaat. Hè? Dus dat je je eigen gedrag gaat observeren. Maar ook achteraf dat je jezelf evalueert. Dat je nagaat, heb ik het goed gedaan? Had ik iets beter kunnen doen? En we merken dat juist kinderen die meer begaafd zijn... dat die lijken daar erg baat bij te hebben om het op deze manier te doen. Waardoor ze een vaardigheid wat flexibeler kunnen toepassen. Het effect is dat kinderen die de SOVA-training bij mij hebben gehad... die hebben dat 10 lessen gehad van 1,5 uur... die komen daarna met elkaar weer in de klas de dag daarna. Die spreken elkaar daarop aan. Het wordt nog een keer besproken de dag daarna in de klas. De kinderen zien mij, samen, hè, de SOVA-trainer. Samen met Caroline, maar die is er dan maar 1 keer in de 2 weken. Dus dat is echt het officiële moment. En dan wordt het weer besproken. En er komen slogans door de school heen te hangen van dingen die we hebben behandeld. En op die manier weet een kind, hier moet ik extra op letten deze periode. Dit zijn de regels die ik heb geleerd om te luisteren. Dus die kan ik ook gelijk toepassen bij de docent. En de docent heeft die regels ook. En die kan een leerling erop aanspreken als het net even niet goed gaat. Hij heeft een boek in de kast dan. Plus dat een groep ook nog weer voordelen heeft dat ieder op zijn eigen manier kan leren. Het ene kind zal vooral leren door kijken. Het andere kind moet vooral leren door het doen. En sommige kinderen die willen eerst ook eens een beetje de kat uit de boom kijken of willen bepaalde vaardigheden die ze een beetje spannend of eng vinden. En die wil je niet buiten de klas direct doen, maar eerst in zo'n veilige omgeving. Nou, dan wil je het soms best wel eens uitproberen. En dat merk je ook dat kinderen dat gaan doen, dat ze echt zo'n groep ook zien als een plek waar je eens wat kan oefenen, uit kan proberen voor iets wat je spannend vindt. Je bent op een andere manier met het autisme bezig. Je bent veel specifieker bezig met wat er buiten op straat gebeurt. Het luisteren naar elkaar, het complimentjes geven, wat af en toe toch ook wel erg moeilijk is. Je verdiept je meer in het autisme. En aangezien het een ontwikkeling is dat we steeds vaker autistische leerlingen krijgen, denk ik dat een stukje extra professionaliteit absoluut geen kwaad kan. Ja, en toen heb ik weer Gideon gezien. Ja, maar dat was nadat hij je roepte. Roepte? En aan het begin van het jaar hadden we gewoon allemaal huilende kinderen. En die heel erg bang waren. En aan het eind van het jaar konden ze lachen met elkaar. Konden ze grapjes maken met elkaar. Maar werd er zelfs af en toe een complimentje gemaakt. En dat maakt het wel extra leuk. Dat kinderen op die manier toch een soort van verbintenis voelen. En dat ze ook met elkaar samen kunnen gaan spelen. Ik ben, 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 ben. En wat betekent die zin dan? Ik ben. Ik ben, ben. Ben. Ben is ook de achternaam. Oh, oké. Maar dan snap ik de laatste twee niet. En je ziet ook dat de kinderen een beter beeld van zichzelf krijgen. Sommige kinderen vinden het heel erg eng om aan het begin toe te geven dat ze ook autistisch zijn. En dat zelfinzicht brengt op een gegeven moment ook meer zelfvertrouwen met zich mee. En als je meer zelfvertrouwen hebt, wordt communicatie naar anderen ook makkelijker. En kan je ook makkelijker aan anderen vragen om hulp.
dat je anders bent en dat je speciaal bent. En dat is ook een heel erg positief effect. Ja.